Het is weer zo'n dag. Een dikke vette storing bij de NS. Vandaag rondom Utrecht. En als mensen ergens vrolijk van worden, dan is het wel vertraging. U heeft een vouwfiets, dus u komt vast en zeker met de trein vandaag. Ja, dat klopt. Hoe ging dat? Dat ging heel kut. Heeft u vertraging? Ja, ik heb vertraging. Ik heb denk een half uurtje of zo. Kut. Ja, heel kut. Voorlopig geen trein voor mij. Jij bent wel op tijd. Was het maar zo'n feest. Ook vertraging? Helaas wel, ja. Beetje kut. In totaal ben ik al een uur aan het wachten nou. Je bent al een uur aan het wachten? Ja, we moeten nog even. Ik denk dat ik niet voor 6 in Maastricht ben. Jezus, neem gewoon een auto. Ja, het zou handig zijn, maar ja, arm studentje. En hoe lang duurt het normaal als gewoon alles rijdt? Meestal wel een kwartiertje ongeveer. Nu anderhalf uur? Ja. Ik ben 2 uur onderweg geweest. Normaal doe je er? Normaal ter een uurtje. 2 uur ben ik onderweg geweest, ja. En normaal duurt dat? Kwartiertje. 2 van de NS? Ah, niet zo heel blij mee. Warme gratis koffie, maar daar blijft het wel bij. Koffie, pianomuziek, lachende vrouwen. Eigenlijk is vertraging een gift. We moeten koesteren. Heeft u uw trein gevonden? Ja hoor. Rijdt hij? Ja. Hij rijdt wel. Ja. Nou, let's go! Hoera! Dag! Hoi! Wat een feest, de trein rijdt. 2 van de NS. Ja, het zijn wel een beetje koekenbakkers hoor. Af en toe, ik denk van, het kan toch soms een beetje beter. Ik vind de eerste instantie heel erg duur. En tweede instantie vind ik niet echt veilig. Veilig? Nee. Het zijn zuurtjes, het zijn geen dropjes. Om die slappen, weet je wel, niet van die harde. Dit wordt opgenomen? Ja, zeker. Maar ook uitgezonden? Nou, dat weet ik nog niet, ligt trouwens. Je nou gaat zeggen. Wat ik nou ga zeggen, want wat ik zeg... kan tegen me gebruikt worden. Nou willen we het wel weten ook eigenlijk. Nee, dat kan ik niet maken, want ik kom op tv en iedereen weet het. Ik heb geen zin in problemen, meneer. Maar u kent geheimen over de veiligheid van de trein. Dat is het hem nou. En dat zegt al voldoende. Waar moet je heen? Rotterdam. Rotterdam? Ja. Ik ook. Oh, gezellig. Ik heb een auto. Dan gaan we samen. Ja, rij mee. Gaan we gewoon even doen voor de mensen. We rijden ze naar Rotterdam. Hartstikke leuk. Annabel, heb je ooit zo'n schone auto gezien? Ja, ik schrik ervan. Ik stapte in en toen dacht ik, jezus, wat schoon. Woehoe! Zo, dat is lekker hè, met de auto. Ja, heerlijk. Nooit meer met de trein. Nee, inderdaad. Bedankt, geen stel.